Welkom in het Europese Ruimteagentschap ISA. We zijn hier in het robotopleidingscentrum en ik ga jullie vertellen over Newton's drie wetten van beweging. Jullie hebben vast wel eens van Newton gehoord. Newton is de wetenschapper die een appel op zijn hoofd kreeg, juist toen hij over het begrip beweging nadacht en probeerde te ontdekken hoe het werkt en hoe het betrekking heeft op onze ervaringen uit het dagelijks leven. Toen Newton weer was bijgekomen, schoot hem iets belangrijks te binnen. Hij wist al dat een voorwerp alleen versnelt als hij op een kracht werkt. Een vallende appel zou dus alleen kunnen versnellen als er een kracht op werkt. Hij noemde deze kracht de zwaartekracht. En sindsdien meten we alle krachten, ook de zwaartekracht, in Newton. Newton is de grondlegger van drie wetten van beweging. Elke wet beschrijft hoe krachten en voorwerpen zich tot elkaar verhouden. Daarbij heb ik een paar vrienden in Barcelona, Dublin en Erlangen gevraagd de wetten te demonstreren. Bovendien heb ik de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS gevraagd om ons te helpen. We zullen daar de astronauten Pedro Duquet en Alexander Kaleri in actie zien. Aan boord van het ISS heeft de zwaartekracht nauwelijks invloed, wat inhoudt dat alles daar bijna gewichtloos is. Hoi Pedro, zo te zien heb je het naar je zin daar. Er gebeurt niet veel. De bal blijft daar gewoon zweven. Pedro blaast er tegenaan en de bal komt door de kracht van Pedro's adem in beweging. En opnieuw beweegt de bal. Maar nu houdt Alexander de bal met zijn hand tegen. En nu? Mooi gedaan. Pedro verandert de richting van de bal door een kracht uit te oefenen. Jullie hebben nu een paar voorbeelden gezien van Newton's eerste wet van beweging. Deze wet stelt dat ieder voorwerp in rust of in beweging in die toestand zal blijven, tenzij hierop een uitwendige kracht uitgeoefend wordt. De snelheid en richting bepalen de bewegingstoestand van een voorwerp. De snelheid en richting samen noemen we de snelheid v. Een voorwerp in rust heeft een snelheid v van 0 en zal in rust blijven, tenzij er een kracht op werkt. We spreken in dat geval van traagheid. Hier zien jullie hoe Pedro een kracht uitoefent op de bal. Hij verandert de richting van de bal en daarmee de snelheid v. In het tweede experiment kunnen jullie zien hoe Alexander de bal tegenhoudt. Hij verandert in dit geval de snelheid en daarmee de snelheid v. De mate waarin de snelheid v verandert noemen we versnelling. Laten we eens gaan kijken wat de scholen voor ons in petto hebben. Het skateboard krijgt een zetje. Dat is ook een kracht, toch? Het skateboard beweegt, botst tegen de paal en verandert van richting. Maar de appel gaat rechtdoor. Dat komt omdat in dit geval de kracht alleen op het skateboard uitgeoefend wordt en niet op de appel. Daarom is het ook zo lastig om te eten in de ruimte. De lepel stopt wel, maar het eten niet. Oei, dat doet vast pijn. En daarom dragen wij dus autogordels. Als we ons in een gewichtloze omgeving zouden bevinden, zoals in het ISS, dan zou hij blijven bewegen. Maar op aarde trekt de zwaartekracht hem naar beneden. Oké, we doen er nog één. Wat een troep! Daarom zitten er dus deksels op meeneembekers voor koffie. Bedankt hoor. Knap kunstje. En ik denk dat dit voor zich spreekt. Doe dit thuis niet na. Volgens mij moet haar docent haar helpen. Zo, dat is gewaagd. Deze appel blijft waar hij is. Weten jullie mijn verhaal over voorwerpen in rust nog? De
De appel, het potlood en het meisje op de rolschaatsen bewegen in deze proeven niet. Ze zijn in rust omdat de krachten die op hen werken met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer nu het evenwicht wordt verstoord door de ondersteuning weg te nemen, dan worden ze door de zwaartekracht naar beneden getrokken. Zonder zwaartekracht zouden ze blijven zweven. Net zoals aan boord van het ISS. Ziezo, dat was Newtons eerste wet. Een voorwerp in rust blijft in rust tenzij er een kracht op werkt. En een voorwerp in beweging blijft in beweging tenzij er een kracht op werkt. Wat een vreemde manier om te beslissen wie aan de beurt is en waarvoor eigenlijk. Heel indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Zo te zien is gewicht heffen niet moeilijk in een gewichtloze omgeving. Dat zie ik jullie op aarde nog niet doen. Niet zo eenvoudig, hè? Dat is nu juist het verschil tussen massa en gewicht. Dachten jullie dat dit te maken had met gewicht? Nou, bijna goed. Het heeft niet zozeer met gewicht te maken, maar met massa. Met massa bedoelen we de hoeveelheid materie in het voorwerp. Het gewicht, ofwel onze waarneming dat iets licht of zwaar is, wordt echter veroorzaakt door de zwaartekracht die op het voorwerp werkt. Pedro en Alexander zweven in het ISS. Omdat de zwaartekracht geen invloed heeft, voelen ze zich gewichtloos, ook al is hun massa even groot als op aarde. Hier zien jullie hoe Pedro op aarde een andere astronaut, Umberto Guidoni, optilt. Umberto's massa verschilt niet veel van die van Alexander, maar hier op aarde ervaart Pedro zijn gewicht. Wat heeft massa nu met de tweede wet te maken? Dit wetenschappelijk gedoe is een serieuze zaak. De ene bal is van hout en de andere van koper. Deze keer gebruiken we drie ballen. We doen er een pingpongbal bij. Zoals jullie zien bewegen voorwerpen met meer massa langzamer. De tweede wet stelt dat er een verband bestaat tussen kracht, massa en versnelling. Wanneer je dus dezelfde kracht uitoefent op voorwerpen met een verschillende massa, krijgen ze een verschillende versnelling. Daar hebben we de scholen weer. Tropisch, een waterstroom met een constante stroming. Het is 1 tegen 5. Het zal mij benieuwen wie er wint. Minder massa betekent meer snelheid. Hij is veel sneller. Er wordt een kracht uitgeoefend en volgens de eerste wet zou ze moeten versnellen. Oké, met een zware tas erbij lijkt ze langzamer te gaan en minder afstand af te leggen. Dit lijkt veel op de proef in het ISS. Dat is geen eerlijke strijd, jongens. Hier zien we magneten die elkaar afstoten. Magnetisme is toch ook een kracht? De zwaardere schaats lijkt langzamer te gaan en dat is logisch. Want wanneer dezelfde kracht wordt uitgeoefend, betekent meer massa minder snelheid. Newtons tweede wet stelt dus dat kracht in vaste verhouding staat tot massa en versnelling. Dat houdt in dat hoe groter de massa, des te langzamer een voorwerp zal versnellen wanneer dezelfde kracht wordt uitgeoefend. Pedro blaast steeds even hard, maar omdat de ballen in massa verschillen, bewegen ze zich met verschillende snelheden voort. Newtons tweede wet kan het beste in het ISS gedemonstreerd worden, want hier op aarde zijn er nog andere factoren die de zaken bemoeilijken. Je zou verwachten dat één appel eerder de grond raakt dan een zak, want in de vorige proeven bewogen lichtere voorwerpen sneller. Maar ze vallen precies tegelijk op de grond. We nemen een prop en een gewoon vel papier. Ze hebben allebei dezelfde massa en ze worden vanaf dezelfde hoogte losgelaten. Dan vallen ze toch tegelijk op de grond? Niet dus. Een factor die hierbij een rol speelt is wrijving. Wrijving is de weerstand tussen oppervlakten wanneer voorwerpen langs elkaar bewegen. Hierdoor worden voorwerpen afgeremd of tot stoppen gebracht. Als er geen wrijving zou zijn, zouden ze blijven voortbewegen. Dat maakt het lastig om Newtons wetten te bewijzen, vooral omdat verschillende oppervlakten verschillende soorten wrijving veroorzaken. Daarom schaatsen we sneller op ijs of in een gang met een gladde ondergrond. Hoe zit het dan met het papier? Is hier sprake van wrijving?
Er is inderdaad sprake van wrijving, en wel tussen de voorwerpen en de lucht. Het vel papier viel vanwege de wrijving later op de grond dan de prop. Het vel heeft een groter oppervlak en wordt afgeremd, omdat het meer wrijving van de lucht ondervindt. Als we deze proef zouden uitvoeren in vacuüm, dan zouden ze allebei tegelijk op de grond vallen. Maar waarom vielen die zak appels en die ene appel nou tegelijk op de grond? Dat komt door een unieke eigenschap van de zwaartekracht. Zowel de zak met een grotere massa als de afzonderlijke appel met minder massa worden aangetrokken door de zwaartekracht van de aarde. De zwaartekracht trekt natuurlijk harder aan de zak dan aan de afzonderlijke appel. Maar een voorwerp met een grotere massa heeft immers een grotere kracht nodig om te versnellen. Zo krijgen ze uiteindelijk allebei dezelfde versnelling en vallen ze tegelijk op de grond. Hoi Pedro en Alexander. Kijk hoe ze zweven. Ze botsen tegen elkaar aan en drijven uiteen. Dit is een accu van het ISS. Hij ziet er zwaar uit. Hij heeft een grote massa. Ze botsen nogmaals tegen elkaar aan. Maar deze keer beweegt Alexander minder. We kunnen hieruit afleiden dat iedere actie een gelijke en tegengestelde reactie veroorzaakt. Dit is Newtons derde wet van beweging. Alexander botst tegen Pedro, actie. Hierdoor komt Pedro in beweging, reactie. Tegelijkertijd botst Pedro tegen Alexander, actie. Hierdoor beweegt Alexander in tegengestelde richting, reactie. Bovendien leggen ze een gelijke afstand af. Actie, gelijk, tegengesteld, reactie. De massa van de accu bedraagt ongeveer 80 kilogram. De kracht is hier hetzelfde, maar de massa verschilt. Herinneren jullie Newtons tweede wet van beweging nog? Actie en reactie worden veroorzaakt door dezelfde krachten, maar ze worden aan verschillende massa's afgegeven, waardoor Alexander minder beweegt. Laten we eens kijken wat de scholen aan het doen zijn. Daar gaat hij dan. Bij Pedro en Alexander aan boord van het ruimtestation ging het precies zo. Met nog een meisje erbij komen ze veel minder ver. Door het gooien van de bal duwt een kracht haar naar achteren. Een botsing, dat is een kracht. Maar begrijpen jullie ook waarom alleen de jongen vooraan bewoog? De scholieren vormen een zogenaamde Newtons wieg. De schaatser botst tegen de eerste scholier, actie. Deze wordt van de schaatser weggeduwd, reactie. Maar dat gaat niet, want een andere scholier verhindert dat. De kracht van de botsing wordt zo overgebracht op de volgende scholier totdat het einde van de rij bereikt is. Daar houdt niemand de laatste scholier tegen en hop, daar gaat hij. Dit werkt net zoals bij de jongens op het ijs, alleen de laatste bal beweegt. Hier bewegen beide ballen, maar ze lijken minder hard te gaan. Dit komt doordat dezelfde kracht de wieg doorloopt, maar aan tweemaal de massa wordt afgegeven. Omdat massa en versnelling zich tot elkaar verhouden, bewegen twee ballen zich minder ver dan slechts één bal. De derde wet komt ook in andere vakgebieden van pas. Ruimtevaartuigen maken er gebruik van bij de lancering. Lucht of gas wordt eerst verhit en daarna met kracht naar buiten geperst, actie. Door de reactie wordt de raket de ruimte ingeschoten. Nu weten jullie alles over Newtons drie wetten van beweging. Wet 1 stelt dat voorwerpen in rust of in beweging in die toestand blijven, tenzij een kracht op hen werkt. Wet 2 stelt dat kracht in vaste verhouding staat tot massa en versnelling. En wet 3 stelt dat iedere actie een gelijke en tegengestelde reactie veroorzaakt. Maar waarom zijn die drie wetten van Newton nou zo belangrijk? Nou, het is een kwestie van wetenschap en onderzoek. Laten we het aan iemand vragen die in de ruimte is geweest. Bonjour, je suis Claudie. Hallo, ik ben Claudie Agnere. Ik heb het geluk gehad een fascinerend leven te leiden. Ik ben begonnen als arts, als reumatoloog. Daarna ben ik gaan werken als wetenschappelijk onderzoeker in de neurologie. Dat alles met het idee dat ik dan op een dag mee zou kunnen doen aan proeven op het gebied van ruimteonderzoek. Ik was dan ook dolblij toen ik door het Franse ruimteagentschap als astronaut werd aangenomen. Later ben ik voor het Europese ruimteagentschap gaan werken.
Een wetenschapper is een gelukkig mens, want een wetenschapper vergaart veel kennis en ontwikkelt zich sterk. Maar nog veel belangrijker is dat je als wetenschapper de weg vrijmaakt voor de toekomst. Door nieuwsgierig te zijn en mee te bouwen aan de wereld van nu, creëer je de wereld van morgen. Dus grijp je kans en kies voor de wetenschap. Jullie zijn de toekomst. De jongere generaties zullen het gezicht van de aarde bepalen. Beseffen jullie wel dat de toekomst in jullie handen ligt? En dat geldt niet alleen voor de jongens onder jullie, maar ook voor de meisjes. Wat ik probeer duidelijk te maken, kies voor de wetenschap. Jij bepaalt de toekomst en dat geldt ook zeker voor jullie, meisjes. We zouden nog veel meer vragen kunnen stellen. Waarom is alles gewichtloos aan boord van het ISS? Welke invloed heeft gewichtloosheid op het menselijk lichaam? Maar voor nu, tot ziens!